zijn begin 2012 zijn we begonnen met de band. En we hadden het idee om niet zomaar een band te worden, maar met een concept daarachter. En ja, de slogan is eigenlijk Join the Band. Ja, wat houdt dat in? We laten de fans en mensen, de volgers, onderdeel worden van de band. Dat kan door middel van insturen van een tekst, van muziek, ideeën, logo's voor onze band. Ja, alles eigenlijk. Foto's, bewerkte foto's, mixes van bepaalde nummers. Ik kan zelfs live het podium met ons op. En ja, eigenlijk zijn we met dat concept de hort op gegaan voordat we een zanger hadden. En ja, dat liep eigenlijk best wel snel. We kregen wat aandacht daarvoor. En ja, toen een paar maanden daarna kregen we een zanger. Wij schrijven eigen muziek. Wat we wel doen is, omdat wij dus via een concept werken, is dat mensen bijvoorbeeld kunnen meeschrijven aan onze nummers. Dan kun je denken aan teksten, aan stukken muziek. En zo hebben wij voor deze EP een tekst ontvangen van een fan van ons. En dat hebben wij verwerkt in een nummer. We hebben daar muziek omheen geschreven. En dat is het nummer In Black Love geworden. Nou, het mooie is te vertellen bij dat nummer is dat we dat toetspartijen hebben laten opnemen door Daniel Cardoso van Anathema. En ja, dat was eigenlijk een dream come true voor ons. Dat je net begint en dan al zo'n grote naam hebt op je plaat. Dat is was wel cool. 23 februari presenteren wij onze EP In Stairway to Heaven. Wij hebben voor deze EP samengewerkt met een aantal mensen. En wat we dus die avond ook zullen doen, is dat we met heel veel gastmuzikanten zullen werken. Verwacht dus echt een muzikaal spektakel. En zoals ik eigenlijk daarnet ook al zei, ik weet niet waarom ik dit herhaal, maar het is gewoon hartstikke gratis. Dus kom vooral. En we hebben special guests. Audio Adam. Wie kent ze niet? Een van de meest vet bands op dit moment. Thank you.